Maar let op, nu de ledenraad hier in de jaarbeurs Utrecht gladjes is verlopen voor Diederik Samsom, is het hele verhaal rondom de dissidenten natuurlijk uit de lucht gegrepen. Nee, PvdA, één voor allen, alle voor één. Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Je hebt hard gewerkt en daar mag je dan ook de complimenten voor krijgen als het dan zo afloopt zoals nu, toch? Nou ja, ik heb een goed gevoel over deze afloop. Ja, dat klopt. Meneer Terphuis, goeiedag. Even, nou daar mag gewoon een biertje pakken hoor. Oh, nieuws weer on. Toch gezellig? Geef hem dat biertje, je hebt hem verdiend. Nee, dank u. Ik heb hem nu even gezien. Nu zijn er zes mensen binnen jouw fractie die zich gemeld hebben van wij willen alleen meedoen met Samsom als die motie wordt aangenomen. Hoe ervaar jij dat? Nou, die motie is aangenomen en 38 mensen zeiden vanochtend wij gaan verder met deze motie. Niet zes. Niet 8, maar 38 mensen zeiden, wij gaan verder met deze motie. Daar gaan we de politieke ledenraad mee in. Jij was een van de 6. Zeggen ze, ja. Natte winden. Typisch dat jij dat zo interpreteert. Want was jij ook dapper door te zeggen, als die motie niet wordt aangenomen, dan doe ik niet mee. Echt je nek uitgestoken, hè? Volgens mij wil de hele fractie heeft die motie gewoon... Jij was een van die 6. 38 mensen vinden deze... Die bestaan niet meer, hè? Die 6 komt niet meer zo goed uit, hè, nu? Als je nou een Katelijn Verjeetje doet, hè, doe het dan goed, zou ik zeggen. Laat dan ook, hou dan je rug recht en zeg dan, het moet van mij uit het regeerakkoord, anders stem ik er niet voor. Nou, doe je een beetje half. Nee, ik heb nog helemaal niks gedaan. Ik heb vergaderd vanochtend, voordat we hier begonnen. En iedereen die daarbij was, weet wat ik daar heb gezegd. Dus jij kan nog dwars gaan liggen. Mert Hilkers, die spreek ik net en die is er wel eerlijk over. Dat jij dat dan niet bent. Zij noemt ook jouw naam. Volgens mij is Mert... Nee, ik zeg precies hetzelfde. Nee, helemaal niet. Jij zegt lijstje bestaat niet. Mert Hilkers zegt ja, dat klopt en dat vinden wij zo. Ja, maar er zijn, wat ik net zeg, maar dat zijn er meer dan 6. Die... Waarom doe jij daar dan zo krampachtig over nu? Helemaal niet krampachtig over. Zeg gewoon eerlijk dat je er één van was en dat je dat ook vond. Nee, maar er is niet een lijstje van 6 en 1. De fractie is anoniem en dat gaat... Nee, niet anoniem hoor. Jawel. Niet anoniem, ja? Ja, de fractie zet zich in voor een... Unaniem. Ja, unaniem. Zeg anoniem. Nee, unaniem. Unaniem. Dag mevrouw Vogelaar. God, daar heb ik mijn grote vriend weer. Hallo, hoe gaat het met u? Nou, met mij gaat het heel goed, dat zie je toch? Wat doet u hier? Nou, ik ben lid van de PvdA, zoals je misschien herinnert. Dus... Ja, ergens vaag, ja. Ja, kom ik naar zo'n ledenbijeenkomst, absoluut. Het grappige is, als je die motie echt gelezen hebt... Heb ik gelezen. Nee, als jij hem echt gelezen hebt... Dan heb ik gelezen. Ik doe niet zo arrogant. Ik doe niet arrogant, jij doet arrogant. Als jij die motie leest, dan zie je dus dat voorwaarden 2 en 3 gaan over dat wetsvoorstel. En die slopen dat wetsvoorstel. Daar ben ik het helemaal mee eens. Als jij er echt tegen was, dan zou je zeggen, ik wil het uit het regeerakkoord. Ja, dat wil ik ook. Hallo, dat wil toch iedereen hier in de... Stem dan tegen. Ja, uiteindelijk inderdaad hoop ik dat het hele wetsvoorstel niet aan de orde komt. En nu ga ik echt... Zou jij er dan tegen stemmen? Dat verhaal over die 6, hè, dat dan zo ineens vervliegt, hè, dat is dan politiek, hè? Dat ineens niet meer bestaat. Dat vind ik wel knap. Ja. Ja, nou, geen commentaar. Sorry? Geen commentaar. Geen commentaar? Ik begrijp je vraag namelijk niet precies. Zeg je dan geen commentaar als je de vraag niet begrijpt? Ja, precies. Dat doe ik, ja. Dan zeg je, ik begrijp de vraag niet, zeg je dan. Goed. Zeg je toch niet geen commentaar? U als deskundige van leiderschap, hè, van iemand die wist hoe dat moest. Hoe heeft Samsom dit nou gedaan, vindt u? Ik vind dat hij dat heel goed heeft gedaan. Ik heb echt grote bewondering voor hem. De manier waarop hij gewoon open en fair dat debat aangaat. Even anders dan Wouter Bos, hè? Dat is wel even voor u wel even een verademing, denk ik. Nou, het is een andere partijleider. Geen draaikont. Je hoeft er niet als een bedrijfspoedel terug naar de VVD. Dat is een lekker gevoel. Dat klopt. Dankjewel.